Hi, leuk dat je kijkt. Tablets, telefoons, internet, televisie. Kinderen zijn er dol op, maar als ouder word je er af en toe gek van. Bij Ouders van Nu krijgen we er ook steeds meer vragen over. En vandaag gaan we er een aantal van beantwoorden. Laten we beginnen met de eerste vraag. En die komt van Saskia. Mijn zoon zit het liefst elk moment van de dag met de iPad. Nu begint hij ook te onderhandelen over het gebruik van de iPad. Dit wil ik natuurlijk niet. Maar hoe ga ik hier nou goed mee om? Ja, best herkenbaar denk ik voor heel veel ouders. Zelf heb ik er thuis ook wel last van. Dus ik ben benieuwd hoe jij daar als orthopedagoog over denkt, Marielle. Ja, het is zeker heel herkenbaar. Ik denk niet alleen voor iPad, maar bijvoorbeeld ook voor televisie. Dat onderhandelen dat kinderen doen. Het is als ouder denk ik heel belangrijk dat je gewoon afspraken maakt met je kind. En dat je ook probeert eraan te houden. En dat is soms wel eens moeilijk. Want als je met je kind hebt afgesproken, je mag een half uurtje op de iPad of je mag een half uurtje tv kijken. En je staat te koken of je bent misschien zelf wel aan het appen of aan het bellen met een vriendin. Dan vergeet je wel eens dat die tijd eigenlijk verstreken. Of je denkt, het is wel lekker rustig. Of je denkt, inderdaad, het is wel lekker rustig. Dat is het moment waarop kinderen denken, hey, wacht even, we hadden een half uur, ik ben al 10 minuten langer. En op dat moment weten kinderen, er valt dus over te onderhandelen. Ja, want dat vind ik soms thuis wel eens lastig, hè. Dan mogen ze een half uur op de iPad, dat zeg ik dan. En dan zeggen ze, hoe lang is het dan een half uur? Is dat dan 30 keer tot 60 tellen, zeg ik dan. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk ook geen zin in. Zijn daar handige dingetjes voor hoe je dat kan doen? Nou, je kan een ouderwetse kookwekker gebruiken, die gewoon gaat tringelen na een half uur. Maar je kan er inderdaad ook een app daarvoor gebruiken. Ik herken het probleem ook, dat hebben we ook thuis meegemaakt. En de KPN Veilig app heeft ons er heel erg bij geholpen. Daar heb je een functie, dat is ouderlijk toezicht. En daarin kun je tijdslimieten vaststellen. En dat is dan per apparaat kan je dat doen. Dus dat betekent ook dat je voor, als je meerdere kinderen hebt, dat je het voor elk kind apart instelt. Oh, ja. Ja. Gaat hij dan gewoon na 30 minuten bijvoorbeeld uit? Of gaat er dan iets ringen? Dan gaat hij gewoon... Oké. Ja, en verder zou ik denk ik als ouder ook zorgen dat de apparaten niet zomaar binnen handbereik liggen. Hè? Dus je moet eigenlijk zorgen dat die verleiding wat minder wordt voor ze. Ja, dat die er niet is. En afspraken maken, ja. Kortom, duidelijke grenzen stellen. Afspraken maken met je kind. Een beveiligingsapp opzetten, KPN Veilig bijvoorbeeld. En nou ja, zelf in controle blijven eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Gaan we door naar de volgende vraag. Hoe erg is het eigenlijk dat een kind van 4 jaar kijkt naar een film of televisieprogramma met een kijkwijzerindicatie van 6+? Ja, hier worstel ik thuis ook mee met een zoontje van 5, 4 en 2. En die van 2 kijkt eigenlijk altijd op televisie. Dingen waar hij nog niet aan toe is. Nou, ik denk niet dat het heel erg is. Die kijkcijferindicaties zijn uiteraard niet voor niets. Maar je moet als ouder wel goed kijken naar je kind gewoon. Sommige kinderen van 4 vinden het wel heel erg spannend. En dan moet je voorkomen dat ze het gaan kijken. Want wat is er dan, wat er kan gebeuren? Is dat ze slecht gaan slapen? Dat ze misschien naar dromen? Dus daarom zit die rating er natuurlijk op. En is het heel mooi dat je een slotje kan instellen. Op televisie heb je een kinderslot. Ja, een kinderslot. En daar kan je zelf als ouder de leeftijd aangeven. Zeg je van, nou kijk, wij zijn vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar of vanaf 12 jaar. Dus dan kan je het op leeftijd instellen. En dat gaat alleen voor reguliere televisie, niet voor Netflix en... Nee, dat geldt voor reguliere televisie. En voor nieuwe klanten wordt dat standaard ingesteld. En dat geldt ook voor bepaalde content op de reguliere televisie. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele handige, dat je als je kind televisie kijkt, dat je zeker weet dat er geen 16+ filmpjes voorbij komen. Ja. Kortom, het is een goede indicatie. Je moet er altijd op letten. Maar het is niet schadelijk als je kind van 4 is iets kijkt van 6. Maar hou vooral je kind in de gaten. Hè? Dat is wat jullie zeggen eigenlijk. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Gaan we naar de volgende video. Ja. Mijn kind zit vaak op de tablet en ik weet eigenlijk niet zo goed waar hij dan naar kijkt. Hoe houd ik nou in de gaten dat hij niet op apps of websites komt die niet geschikt zijn voor zijn leeftijd? De KPN Veilig app heeft ouderlijk toezicht. En onder het kopje huisregels kun je precies aangeven welke content je geblokkeerd wil hebben. Dus als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik wil echt dat er niets van geweld of pranks of specifieke content getoond wordt, dan kun je dat daarin aangeven. Waarbij het wel heel erg belangrijk is dat je dat wel samen met je zoon of dochter doet. En misschien dat ze zich er dan ook bewuster van worden, maar dat weet je,
Nou ja, ja, ik denk dat ze bewust van worden. En ik denk dat het ook wel heel mooi is als je het samen instelt. Dan kan je toch misschien soms een klein beetje de discussie aangaan. Waarom jij vindt dat je bepaalde content niet wil dat je kind dat ziet. Ja. En waarom je kind eigenlijk denkt dat het wel oké is. En dan kun je samen gaan kijken naar een dergelijke content. En soms dan zul je verbaasd zijn dat het eigenlijk wel heel erg meevalt. Maar heel veel ouders hebben geen idee wat er allemaal aan vloggers is of wat ze doen. Ik denk dat wij ons soms niet voldoende realiseren wat de invloed is van de vloggers. Want dat voelt heel vaak als de vrienden en vriendinnen die iets vertellen over een specifiek onderwerp. En ik moet zeggen, dat is ook heel vaak heel positief. Dus het is ook echt belangrijk dat je welke vloggers je kind volgt, dat je in zo'n vlog helemaal kijkt. Ja. Even concluderend, handig dus om huisregels in te stellen via de KPN Veilig app. Met je kind in gesprek gaan waarom die huisregels er zijn en waarom jij denkt of je kind denkt dat het goed is. En je ook verdiepen in de content die je kind kijkt, omdat niet altijd jouw waarheid de waarheid is. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Ontzettend bedankt voor al jullie antwoorden. Ik heb er in ieder geval heel veel van opgestoken en graag tot de volgende keer.